NEC-fan en oppernuilert Jean Knipping senior had geen goed woord over voor het voetbalbureau Futuralis. Totdat hij een persoonlijk bericht kreeg van Roderick van Kerkhof. In het hele begin heb ik Roderick op social media helemaal stijf geschreven. Niks was er goed, bla bla bla. Totdat ik een privéberichtje kreeg via LinkedIn van: hey Jean, zullen we eens een keer komen praten? Want ik wil het een en ander uitleggen. Hij is toen bij ons, bij mij in kantoor geweest in Bergharen. Ja, en dan moet je af en toe ook eens even kijken in een andere wereld. En hij komt uit de muziek. Ik vind dat heel mooi om iemand te zien die zo bevlogen is in de muziek. En als hij je dan vraagt om een liedje te maken, dan moet je een keer uit je comfortzone. Op een gegeven moment ontstaat er een bepaalde band. En dat liep steeds meer van min naar plus. Tot op het moment dat ik in mijn thuissituatie een slecht bericht heb gehad. Ik zal Stefan Bijs gaan een nummer opnemen, Nederlandstalig. En het wordt alleen maar feest. En in die context hebben we dat plaatje eigenlijk verzonnen. Ik dacht eerst dat hij grapje maakte. Maar ja, het was geen grapje. Dus we hebben een liedje gemaakt. Het viel me 1000% mee. Hey, in ieder geval, als je hem hoort, weet je dat Roderick het is. En dat hebben niet veel mensen hebben denk van: hey, als je iemand hoort zingen, van dat is zo'n herkenbare stem. En dan maakt het niet uit of het goed of slecht is. Hij houdt in ieder geval enorm goed zijn toon. Ik heb een aantal kwaliteiten, ook heel veel niet. En wat niet is, daar behoort zingen ook bij. Ja. Ja, waar we het praten, we mogen met die centen €5 voor cd, bla bla bla. Ja, het schiet allemaal niet op. Optredens, dat hoeven we het niet van te hebben. Ja, voor het goede doel. Roderick die heeft een zoon, die is autistisch, heel erg met muziek begaan. Ik zie ook dagelijks wat de sleutel is voor autistische kinderen, ook op school bij hem, om ze los te krijgen. En dat is toch muziek. En toen we het er samen over hadden, toen dacht ik van dat is prachtig om daar met elkaar iets voor te doen. Elke euro die er binnenkomt, verkoop, download, cd's, optreden, maar dan moet het, ik leg de lat heel hoog, voor een optreden moeten ze uit de zak. Dus Prins Bart de Eerste, we willen rustig naar de tent op komen, maar ga met de pet rond bij al die sponsoren. Er moet wel iets tegenover staan, willen wij op het podium gaan klimmen.